14 varkens. 14 varkens. Goh, nou. Wat is er aan de hand? Oorlog. Met 14 varkens. En geen veel te grote porties. Ik heb gevraagd, Michel, doe het wat minder. Maar nee, hij verdomt het gewoon. Ik wist niet dat jij zo strijdvaardig was. En jij moet ook oppassen. Je geeft soms extra papieren servetten. Oh, nou, dat zal niet meer gebeuren. Dan smeren ze het maar in hun haar. Even wat anders, Koen. Ik krijg morgen een schoolvriendinnetje te logeren. En dan lijkt het me zo leuk als ik er hier dan een deftige maaltijd kan voorschotelen. En dat we dan net doen alsof het een hele dure, chique tent is. Dat is het toch ook? Ja. Maar dan lijkt het me nog leuker als ik dan voor één keer mag doen alsof de zaak van mij was. Wel ja, we gaan toch failliet. Oh. Maar kan je me dan garanderen dat iedereen meewerkt? Tuurlijk, joh. Tafel 2. Ja. Ook Michel? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Oké. Dus jij zegt dat als ik dit doe, dat ik dan aangeef dat ik jou wel aantrekkelijk vind? Ja. Ja, als je er even over nadenkt, is het zo makkelijk. En een beetje zo kijken? Ja, en met je haar spelen en je lippen nat maken. Wat is er, ben je ziek? Ik leer erotische lichaamstaal. Oh, nou goed oefenen dan maar, hè? Het is niet de bedoeling dat je alles tegelijk doet. Ja, zeg, wat gewoon dat jij daar staat. Geef mij een echte vent en alles wordt anders. Oh, dus ik ben geen echte vent. Nou, dat kan ik tegenspreken. Ja, je bent gewoon te jong. Nou, Sonja, dat heb je nooit echt tegengehouden. En bovendien, jij hebt al iemand. Nou, dat heeft je ook nog nooit tegengehouden. Maar ik ben blij dat je het zegt. Heel goed. En ik kan niet eens zien of je staat te liegen. Nee, ik heb geoefend. Pokerface en pokerlichaam. Oké, Koen. Alles is perfect voorbereid. Ze kunnen nu ieder moment hier zijn. Jij weet precies wat je moet doen? Geen probleem. Er mag echt niks fout gaan, hoor. Kees is bloednerveus. Zeg, heb jij Michel goed geïnstrueerd? Helemaal. En hij werkt ook prima mee? Michel werkt geweldig mee. Nou ja, omdat dit in het etensliftje zat. Ja. En hiermee zat het vast. Het is Belgische humor. Mam, ik wist niet dat je het in je had. Is het er al? Nee, maar we zijn er helemaal klaar voor. Marleen gaat hier als een gebroken vrouw vandaan. Prachtig. Oh god, daar komt ze. Kees. Marleen. Oh. Ja. Marleen. Kees. Ja. Kom, Sonja. Dit is nou mijn vriendin, Marleen. Een vriendin van Kees is altijd welkom hier. Kees is namelijk, nou ja, gewoon een fantastisch iemand. Ja, ja. En dat vinden we allemaal, hoor. Kees is zo echt, hè. Helemaal niet van dat gemaakte. Wij zijn dol op Kees. Ja. En mensen is gauw tevreden. Marleen, wat lang geleden, hè. Oh, je bent echt geen dag oud. Nou, nee, dat is onzin. Tuurlijk ben je ouder geworden. Anders jij wel.
zitten. Zo. Dus, dit is jouw zaak. Helemaal. Het is heerlijk hoor, om in je eigen restaurant te kunnen eten. Ja, we moeten natuurlijk allemaal aan de kost komen. Het lijkt me niet echt boeiend. Eten koken voor zoveel mensen. Het is toch voer voor de massa. Net als die Hollywoodfilms. Hebben we toch wat gemeen. Hollywood. Ja. Yeah. Daar heb ik mijn eigen tafel. In het beste restaurant. Ja, en nu zit je aan mijn tafel in het beste restaurant van Diemen. Uh-oh. Wat is er? Ja, de lichaamstaal. Je moeder is helemaal afwerend geworden. Nou, dan heeft ze hulp nodig. Zo is Kees, hè? Alleen het beste is goed genoeg. Daarom komen alle bekende mensen hier zo graag eten. Bekende mensen? Oh, Brad Pitt, Mariah Carey? Nee, bekende Nederlanders. Zoals Arie van de Putten. Nooit van gehoord. Oh, die speelt hier anders elke woensdagavond op de accordeon. Mam, lichaamstaal. Je zit er hartstikke afwerend bij. Je moet geluk en perfectie uitstralen. Oh ja. Kees, Ron Brandsteder heeft net gebeld of jij naar die party gaat en zo ja, of hij dan met jou mee kan rijden. Oh god, helemaal vergeten. Wat was het ook alweer? Oh, wat was het ook alweer? Dat is toch typisch Kees, hè? Kees kan elke avond naar een party als ze wil, ja. Jan de Boefri vraagt haar altijd als eerste. Oh, and wie is dat? Rich and famous? Oh, heel erg famous. En loaded. Oh. Nee, die had zich makkelijk in het buitenland kunnen vestigen. Maar ja, hij blijft ons kleine landje trouw. Heeft u al een keuze gemaakt? Oh, weet je wat, Sonja? Maak maar iets lekkers. Verrassing van de kok? Prima. We hebben een topkok. Oh, een Fransman of een Italiano? Belgium. Wereldpatatten. Doet u mee met het verrassingsmenu? Of heb jij liever mineraalwater en sla? Ja, in Hollywood doen ze toch allemaal aan de lijn? Nee, verrassingsmenu lijkt me prima. Sonja. Oh, sorry. Komt eraan. Nou, je ziet het, hè, Marleen. Ik heb het niet gek gedaan in dit leven. Dat zie ik zeker. Je hebt het echt geweldig voor elkaar. Ja, het is echt toppie. Ik heb dit allemaal. En dan nog... nog van alles. Ik ben jong getrouwd. En... ik heb kinderen. Heel spannend. Ja. Yeah. Mijn man is dood. Maar ja, hallo, je kan niet alles hebben in het leven, hè? Hij kreeg een wc-pot op zijn kop. Oh? Hij was loodgieter. Een bedrijf, een... Alsjeblieft. Hey, alles oké? Okay? Ja, ik heb iets in mijn oog. Ik ben zo terug. Nouvelle cuisine. God, ik hou dit niet vol. Ik kan dit niet. Je kan het wel. Je kan het wel, man. Niet waar. Ik kan ook niet over de gloeiende kooltjes lopen. Dan verbrand ik gewoon mijn poten. Ze is gewoon jaloers. Ik zie het. Ik heb mijn eigen tafel in het beste restaurant. Vraag maar eens door. Dan komt hij er wel achter. Die vrouw is doodongelukkig. Precies. Dus laatste poging. Kom op. Pokerface en pokerlichaam. Ja, gun het er nou niet. Al zegt ze dat ze het met George Clooney gedaan heeft. Is dat zo? Nee, maar dat zou ze wel willen. Ja, wie niet? Dus u wilt zeggen dat nouvelle cuisine niet volkomen passé is? Nou, nee, dat zeg ik niet hoor. Ik zeg, nouvelle cuisine is terug. Ja, net als plateauzolen of Jacques Herp. Is die terug? Dat is niet zo'n goed voorbeeld. Hé, hey, ik ben dol op kleine porties. Ik moet aan mijn lijn letten. Dit doek mag je niet te dik zijn, zeker? Nee, precies.